Er lopen twee kindertjes over de weg. Hun klompjes gaan kleppen de klap. Ze moeten een boodschap voor moedertje doen. Is dat niet verschrikkelijk knap? Ze nemen natuurlijk, dat hoort er zo bij, de boodschappenmand met zich mee. En Jantje, de oudste van Spannetje, draagt... Waar rempelt de portemonnee? In het kruidenierswinkeltje moeten ze zijn. Daar kopen ze suiker en meel. Rozijnen en ook nog een busje met fijne kaneel. Omdat moedertje jarig is, bakt zij ervan een heerlijke goudgele taart. Met roze glazuur en die smaakt al zo fijn. Geen kruimeltje blijft er bewaard.